www.wonenverkeer.be, een initiatief van de Vlaamse overheid. Spits vandaag vanuit Werchter, van op een bijna lege wei. Maar Jan en Jolanda, die zijn toch afgekomen uit Nederland. Maar jullie zijn wel wat triest. Ja, ik ben heel verdrietig. Maar we maken er gewoon een feestje van hier. Nu zitten we gewoon op het terras. Dan hadden we gewoon op het gras gezeten. En dan gewoon en dan die vrolijkheid en die liefde voelen met z'n allen. Dat is toch wel een gemis. Verwachten ze hier de komende dagen nog wel enkele diehards? Zoals dit Nederlandse gezelschap bijvoorbeeld. Op Werchter. Jan komt al 20 jaar naar het festival. Een editie overslaan is voor hem geen optie. We hebben de pintjes er al bij staan en we gaan er deze dagen even van genieten. Dus we zitten nu een paar dagen op de camping en dan gaan we even lekker gewoon het Werchtergevoel krijgen, hoop ik. Jan en zijn gezelschap zijn trouwens niet de enige op camping De Klokkenberg, een eindje verderop. Daar strijken 10 trouwe Werchterfans neer met hun tentje. Hey, welkom bij de vakantieeditie van de nieuwe Rosso's Running Channel. Begin juli dan is er altijd een heel mooi festival in België, genaamd Rock Werchter. Dit zou het 20ste jaar zijn dat ik naar Rock Werchter toe ga. En ja, door coronatijd blijkt het dus helaas dat het nu niet doorgaat. Nou, dan maken wij er maar de Rock Werchter Run van. Dus ik ga vanaf camping De Klokkenberg, waar ik nu zit, ga ik richting het festivalterrein van Rock Werchter lopen. Ik ga er even kijken wat er allemaal te doen is. Niet zoveel ben ik bang voor. Daarna ga ik op onze favoriete camping, camping A1, ga ik nog even kijken of daar wat te doen is. Ik denk ook niet zoveel. Maar dan hebben we in ieder geval een prachtig stukje van het festival gezien. Hoe het erbij ligt als er niemand aanwezig is. Ik ben heel benieuwd en gaan we mee.
Nou, we zijn bijna op het festivalterrein. Ik moet hier nog even de kruising over. Even wachten op het groene licht, jammer genoeg. En dan gaan wij nu straks zo zien hoe het er allemaal bij ligt. Ik ben heel benieuwd. Dus ik spreek jullie zo weer. Nou, dit is het dan. Het Rock Werchter terrein. Eén groot leeg grasveld met toch nog een heel klein beetje feest. Ik ren even een stukje veld in het rond en dan gaan we natuurlijk eens even kijken wat dat wel niet voorstelt. Ik ben heel benieuwd. Thank you.
Nou, dit is hem dan. Het uber kleine terrein van Rockwerchter 2020. Ze mogen er met een mannetje of, wat is het, 400 man mogen ze erop. En daar moeten ze het mee doen. Het is heel jammer. En wij hopen dan ook dat wij in 2021 gewoon weer op deze machtig, mooie, prachtige Belgische heide staan in Werchter. Wat ons nu nog rest is zo even een kleine, pauze te houden bij mijn meest favoriete café van België. Al een jaartje of 20 zit ik daar, 4 dagen per jaar, de Doghouse, op camping A1. Zie jullie daar zo. Dit is hem dan, de Doghouse. De plek
Maar weer altijd heerlijk. Onze pintjes dronken. Als er niks aan het spelen was op het festivalterrein. We hadden daar altijd ons tentje staan. Wat een pad om dit zo helemaal compleet leeg te zien. Dit is behoorlijk onwerkelijk. Er is gewoon totaal niks te beleven op het allergrootste festival van Europa. Ongelooflijk. Ongelooflijk. De hele camping is leeg. Het lijkt wel woensdagmorgen, Werchter. Maar ja, dan kon ik het podium al zien staan vanaf mijn campingplek. Heel jammer is dit. Maar ja, wij gaan nu de hele camping over. Tot aan de parkeerplaats waar ik normaal de auto zou hebben staan. Maar dit keer niet, kom ik van de camping af. Dan slaan wij in plaats van linksaf richting de parkeerplaats rechtsaf. En ga ik weer terug door het stadje Werchter. Weer naar de camping. Ik zie jullie weer bij de camping, jongens. Tot straks. Nou, het plekje wat je nou daar ziet, dat is dan de parking.
daar stonden de auto's altijd. En dan konden we hier uren voor de poort wachten die hier dan staat. Ja, totdat we naar binnen mochten. Prachtig. We'll be right back.
Ik denk nog ongeveer een kilometertje. En dan zullen we weer bij de camping zijn. Maar wat me toch echt opvalt aan België. In Nederland stampen een straat uit de grond. In België denken ze van, hier mijn huisje, daar mijn ander huisje, daar maar weer een ander huisje. En in één straat wordt gewoon werkelijk altijd wel één of twee huisjes gebouwd. En ja, ik weet niet of ik het mooier moet vinden. Ja, ik hou er wel van. Even een beetje verschil per straat is wel zo prettig dan in zo'n 10.000 inwoners proppende wijk te zitten. Prachtig ziet dit er allemaal uit, hoor. Nou, ik zeg tot zo bij de camping. Genoeg cultuurpraat.
Dat was hem dan. Rosso's Running Channel op Rock Werchter. Ik ga nog even heerlijk verder genieten van mijn vakantie. En jullie zien zeer binnenkort weer een nieuwe video. Hoe en waar? Laten we nog even in het gewis. Tot de volgende keer.